Vanmiddag een luisterspel van Hannes Mijnkema. Een korte tijd, de duur van het spel, reizen de man en de vrouw samen in een bus over de afsluitdijk. Al snel levert deze ontmoeting meer op dan alleen wat vrijblijvende informatie. Het is zelfs zo dat ze in deze confrontatie met elkaar ook ontdekkingen doen over zichzelf. Voor beide wordt het de vraag of deze ontmoeting een vervolg moet krijgen of toch maar beter kan eindigen aan het eind van de afsluitdijk, waar gekozen kan worden tussen de rit vervolgen of overstappen op een bus met een andere bestemming. Afsluitdijk. Een luisterspel geschreven door Hannes Mijnkema. Ziet u de zwanen? Ja. Elke keer dat ik hier langskom lijken het er meer dan de keer daarvoor. Ik heb ze wel eens geprobeerd te tellen, maar na een paar honderd leek dat niet zoveel zin meer te hebben. Ze zitten altijd hier aan de dijkrand. Ik weet niet waarom. Misschien houden ze van de grens tussen land en water. Van het gevoel dat ze kunnen kiezen waar ze heen zullen gaan? Ja, van het gevoel dat ze kunnen kiezen. Ach, te kiezen valt er altijd nog wel. Waar gaat u heen? Naar Sneek. En niet voor iets speciaals hoor, gewoon een dagje kijken. Ik ben er nog nooit geweest. Sneek is leuk. Is leuker dan Leeuwarden. U weet dat u dan aan de kop van de afsluitdijk moet overstappen? Ja, dat is me Den Oever verteld. En u? Haarlingen. Daar woon ik. Alleen? Nu wel. Mijn zoon is net een paar weken geleden naar Amerika vertrokken. Hij heeft een beurs voor 3 jaar. Stanford. Iets om trots op te zijn. Oh, op hem ben ik ook wel trots. Je zegt het alsof je jezelf iets verwijt. Vind je trouwens erg dat je tutoieert? Nee, ik verwijt mezelf niets. Ik kan mezelf toch moeilijk mijn gevoelens verwijten wel. Wat voor gevoelens? Zul je het niet raar vinden als ik het zeg? Tuurlijk niet. Nou, goed dan. Een gevoel van verlorenheid. Dat dacht ik al. Je hebt het ook? Ja, sinds ik werkeloos ben. Oh ja, natuurlijk. Wat deed je? Nou, ik zat op het kantoor in een meubelfabriek. Maar de fabriek ging dicht. Een dag heeft geen vaste punten meer. Hè? Vroeger was mijn leven veel meer ingedeeld. Het lijkt wel alsof nu die vastigheid er niet meer is, alles moeilijker is geworden. Ja, dat heb ik met de avonden. Het is net of ik niet meer weet wanneer ik naar bed moet. Ja, of wanneer ik moet eten. Laat staan wat ik moet eten. Kijk, je hebt trouwens gelijk. Zoveel zwanen heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Misschien heeft het met de wind te maken. Misschien voelen ze zich hier veilig. Het is moeilijk om zwanen niet als symbolen te beschouwen, vind je niet? Ik dacht al net al, toen je het had over de grens tussen land en water en kiezen waar je heen gaat. Dat hebben jij en ik gemeen. Dat we dat niet weten. Ik hoopte even dat jij het wel wist. Maar zelfs als ik het wist, zou jij daar toch niets aan hebben. Dat helpt alleen maar als je zelf weet waar je heen gaat. Sinds Wieger uit huis is, denk ik daar veel aan. Wat houdt mensen gaande? Wat geeft je het gevoel dat je ergens voor bent en dat dat dagelijkse gedoe ergens toe dient? Ik wil elke morgen opstaan met de zekerheid dat het zin heeft dat ik besta. Vind je het gek dat ik dat zomaar zeg? Helemaal niet. Toen Wieger er nog was, stelde ik me die vraag nooit. Dat is vreemd, hè? Bedoel je dat je toen voor hem leefde? Oh, nee, helemaal niet. Dat dacht ik al. Het lijkt me ook helemaal niks voor jou. Nee, als iemand me toen had gevraagd waarvoor ik leefde, dan had ik zeker niet geantwoord voor hem. Voor mijn zoon. En dat heb je goed gezien. Ik geloof daar helemaal niet in dat moeders voor hun kinderen zouden moeten leven. Is er niet de legende van een zwaan die haar kinderen voedt met haar eigen vlees? Oh, wat een gruwelijk beeld. Opgegeten worden. Daar ben ik altijd bang voor geweest. Vooral in mijn huwelijk. Maar toch weet je, ook al geloof ik nou niet zo in zelfopoffering, toch merk ik nu dat het me erg moeilijk valt om alleen maar voor mezelf te leven. Het is net alsof wat je voor een ander doet meer gewicht heeft. Of dat echter is. Alsof het dan meer telt. Maar ik weet heel goed dat dat onzin is. Nee, dat is geen onzin.
Ik ken dat gevoel. Als je mij vroeger zou hebben gezegd dat ik voor mijn werk leef, dan had ik dat vuur ontkend. Maar nu ik dat werk niet meer heb, lijkt het net of de bodem uit mijn bestaan is gevallen. Ik dacht in het begin, toen mijn zoon net weg was, dat ik zelf die bodem in mijn bestaan zou kunnen zijn. Maar het gaat niet. De ene dag voel ik me goed en kan ik alles aan. De andere dag zit ik somber te neer en lukt niets me. Hoe kan ik op mezelf afgaan als mijn gevoelens zo weinig stabiel zijn? Ja, dat heb ik net zo. Ik voel me ook onzeker. Ja, toen ik nog werkte, toen had ik niet zo'n last van al die gevoelens. Weet je, ik denk dat het kwam omdat je je leven anders beleeft als je zicht op de toekomst hebt. Want dan kun je afstand nemen van je gevoelens, dan heb je de greep op met je verstand. En nu, zonder dat ik ergens naartoe leef, zonder die afstand, lijkt het alleen maar chaos waar ik in zit, alleen maar een gevoel. En toch weten we eigenlijk anders ook nooit wat er kan gebeuren. Nee, we denken nog wel vaak dat we zicht op de toekomst hebben, maar dat hebben we niet. Toen ik een kind was, las ik aan de lopende band jongensboeken. Ik wilde dat het leven spannend was, avontuurlijk. Terwijl nu, als er iets gebeurt dat onverwacht is, dan schrik ik. Ja, ook als het iets leuks is. Laatst vroeg een vriendin me, maar wat wil je dan? En ik hoor mezelf zeggen, rust. Onzin, dacht ik meteen. Dat is volslagen onzin. Ik weet dat ik dat juist helemaal niet wil. Rust is de dood in de pot. Als alle dagen vanaf nu precies hetzelfde zouden zijn, dan zou ik het leven binnen een week gaan haten. Maar waarom verlang ik daar dan toch naar? Hè? Waarom wil ik dat alles hetzelfde blijft? En erger ik me elke keer dat er iets gebeurt? Soms, hè? Vooral 's morgens als ik opsta, als het buiten licht is en ik loop naar het raam om naar de kleur van het licht te kijken, dan lijkt het even of ik dat gevoel van vroeger zo weer zou kunnen terugkrijgen. Alsof ik maar een knopje om zou hoeven draaien om die verwachtingsvolle spanning weer te voelen. De uitdaging van het avontuur. Maar ik weet niet waar de knop zit. Ik ook niet. De laatste 10 jaar, sinds mijn scheiding, heb ik een geregeld terugkerende droom. Ergens in het huis waar ik woon, de ene keer op zolder, de andere keer in de kelder, ontdek ik een kamer die er eerst niet was. Ja, een kamer voor mezelf. En als ik die kamer in mijn droom dan vind, dan beleef ik zo'n fantastisch gevoel van blijdschap, hè, van onverwachte mogelijkheden, ja, van geluk. En nu? Ja, nu sinds Wieger weg is, heb ik die kamer. Het hele huis is voor mij, mijn hele leven is van mij. En waarom lukt het me dan niet om blij te zijn? Waarom kan ik me niet veilig voelen? Zoals die zwanen hier op de grens tussen twee werelden. Misschien moeten we nog leren vliegen of zwemmen of zoiets. Of zoiets. Ja. Je moet niet denken dat ik altijd zo praat met een vreemde. Nee, maar toen je er net over die zwanen begon, wist ik meteen dat het zo zou worden. Hoe bedoel je? Je bent zo mooi als je praat. Hé, wat zou je ervan zeggen als ik gewoon in deze bus bleef zitten en met je meeging straks? Dat had je nou niet moeten zeggen. Zoiets voorspelbaars. Daar ging het toch niet om? Ik ben trouwens 40. Hoe oud ben jij? 28. Sorry, ik drukte me onhandig uit. Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen dat het voor mij ook niet gewoon is om zomaar te zitten praten met iemand die ik niet ken. Maar vind je ons gesprek voorspelbaar? Nee, dat niet. Ja, alleen zo'n opmerking, hè, over mooi. Terwijl ik met jou alleen maar begon te praten omdat je... Wat? Ach nee, niets. Hé, zal ik blijven zitten? Geef me de gelegenheid om erover na te denken. Goed? Okay. Kijk. Aan de golven kun je altijd zien hoe hard het waait. Ja, nu waait het nauwelijks. Maar in de winter ben ik hier wel eens langs gereden met windkracht 8. Is dat vreemd, een jongen van 17 die met zijn moeder gaat zeilen? We waren hier ook. We zijn het IJsselmeer een paar keer overgestoken. Moet je kijken. Je kunt niet eens de overkant zien. Ik vond het prettigst om met de roeier te varen. Als je kracht moet zetten aan het roer. Het gekke was dat ik dan veel meer het gevoel had macht over de boot te hebben dan wanneer het kalmer zeilde. Niger was anders. Die voer liever als het rustig was.
Ik denk wel eens, misschien was ik te sterk voor hem. Hij houdt niet van de uitdaging. Ik eigenlijk wel. Als ik ergens mijn tanden in kan zetten, dan lijkt het minder angstaanjagend. Ik heb Wieger een keer een model van een vliegtuig waar hij een week aan gewerkt had, vlak voordat het af was in elkaar zien slaan. Moedwillig. Ja. Zoiets zou ik ook kunnen doen. Maar waarom dan? Daar was hij toch allereerst zelf te dupe van? Omdat hij niet kon volhouden, denk ik. Het duurde te lang. Dat doe ik ook. Ik span me geweldig in om iets te krijgen wat ik hebben wil. En dan vlak voordat ik het heb, geef ik het op. Alsof ik het niet mag hebben. Alsof ik het niet verdien. Hij werd ook nooit boos. Niet direct, tenminste. Weet je wat hij deed als hij boos op me was? Dan vergat hij me bij tafeldekken. Dan dekte hij de tafel heel precies. Placemats, dekschalen, opscheplepels. Naar mijn plaats zit hij leeg. Alsof ik niet bestond. Gek, het heeft mij nooit moeite gekost mijn woede te uiten. Maar hij kon dat niet. Misschien moest hij naar Amerika om boos op mij te leren worden. Omdat hij dat in mijn gezicht niet durfde. Was het zijn woede tegen mij die hij op dat vliegtuigje koelde? Omdat ik van hem verwachtte dat hij iemand was die volhardend was? Een geduldig bouwer van modelvliegtuigjes? Nee, ik heb hem niet gespaard. Ik heb altijd gedacht dat het verkeerd was van mensen te houden vanwege hun zwakheden. Daarmee belemmer je immers hun groei. Maar je kunt toch ook wel van iemand houden, mede om zijn zwakheden? Misschien is hij naar Amerika gegaan omdat hij niet tegen mij opgewassen was. Ik heb me dat afgevraagd. Maar ik kon er natuurlijk tegenover hem niet over beginnen. Als ik gelijk had, dan zou ik door zijn zwakheid te doorzien zijn minderwaardigheidsgevoelens juist versterken. En als ik ongelijk had, dan zou ik hem beledigen. Ik wist niet wat ik moest doen. En nu zal ik alleen op vakantie moeten gaan. Dat zou ik nooit kunnen. Oh, ik vind het prettig om alleen te zijn. Het is gek eigenlijk dat dat geen probleem voor me is. Ik voel me niet eenzaam. Ik voel me doelloos. Maar goed, op vakantie is dat anders. Vakantie is een doel op zich. Nee, ik vind het wel leuk om in mijn eentje ergens op af te gaan. Daar zeg ik maar één nadeel aan. Dat je je belevenissen niet meteen aan iemand kunt vertellen. Oh, dat misschien ook, maar dat bedoelde ik niet. Als ik met iemand samen ben, dan beleef ik mijn gevoelens beter. Heb jij dat niet? Nu kan ik soms een hele dag in huis zijn met een slecht humeur zonder dat ik het merk. Lijkt me juist wel rustig. Maar voor een goed humeur geldt hetzelfde. Nee, ik vind het altijd jammer als iets mond gaat. Ik heb juist het tegenovergestelde. Als ik bij anderen ben, dan vergeet ik op mijn gevoelens te letten. Ik word zo gauw afgeleid. Weet je... Vaak weet ik pas een volle dag later hoe ik me heb gevoeld. Oh, bel me morgen dan maar op. Nee, dat bedoelde ik niet. Ik weet heel goed hoe ik me nu voel. Dus jij kunt niet tegen alleen zijn? Niet zo goed. Maar vooral 's avonds niet. Ja, sterker nog, als mijn bovenburen met vakantie zijn, vraag ik iemand te logeren. Nou, vandaag dan. Je gaat nu toch alleen naar Sneek? Oh, maar ik ken er wel iemand. Ik was van plan dan nader werk mee uit eten te nemen. Dan moet je naar de hinderlopen kamer gaan. Ja, maar ik hoef toch helemaal niet naar Sneek? Oh, en Sneek is veel te zien. Hangt er vanaf waar je naar op zoek bent. Vergis je niet. Ik ben waarschijnlijk minder flink dan ik lijk. Volgens mij ben jij heel moedig. Ik ben streng tegen mezelf. Dat is alles. Ik ben streng tegen mezelf omdat ik zoveel moed nodig heb. En niet omdat ik zo moedig ben. Nou, je maakt anders de indruk dat je weet wat je doet. Ja. Maar weet ik dat werkelijk of vind ik dat ik het moet weten? Ik kan die twee niet uit elkaar houden. Nou, misschien hoef je het niet uit elkaar te houden. Misschien is het genoeg dat je flink bent zonder dat je hoeft te weten waar die flinkheid vandaan komt. Wat lief van je om dat zo te zeggen. Mijn vriendin is ook zo flink. Je vriendin? Nee, het is uit, al een half jaar. Je zei dat over haar alsof het nog aan was. Nee, echt niet. Alleen, als ik maar wist waarom ze het heeft uitgemaakt. Zie je wel. Waarom wil je eigenlijk met mij mee naar Harlingen? Dat zeg ik je toch, het is een half jaar uit. Vanaf het moment dat ik werkeloos werd. Ik ben toch vrij. Hoe kun je dat nou zeggen?
Als het je kennelijk nog zo hoog zit, dan neem je haar toch met mij mee. Dus daarom kun jij niet alleen zijn. Ah, ik was al bang dat je dat zou denken. Dat is de reden waarom ik niet eerder over haar heb gepraat. Wonen jullie samen? Nee, maar toen ik werkloos werd, toen stelden ze dat wel voor. Dus jij hebt het uitgemaakt? Nee. Nee, ze stelden me voor de keus, samenwonen of niks. Oh, niet zoals jij denkt, hoor. Niet om zich aan me vast te klampen. Nee, integendeel, het was eerder haar zelfstandigheid die onze das om heeft gedaan. Hoe kan dat nou? Ik begrijp je niet. Nou, zij wilde altijd dat we, als we gingen samenwonen, ieder een halve baan zou hebben. Maar weet je, zij had eigenlijk nooit langer dan een jaar dezelfde baan. Dus hoe kon dat? Je vertrouwde er niet op dat ze zou doorzetten? Precies. Nou, maar dat zou toch haar verantwoordelijkheid zijn en niet de jouwe? Ja, maar ik zou er toch ook het slachtoffer van zijn, als we eenmaal samen woonden? Hoezo? Je verdiende dan toch nog altijd 50%? Je zou dan toch nog steeds voor jezelf zorgen? Ja, maar ik had er dan wel mooi een volle baan voor opgegeven. Die je inmiddels niet meer nodig had. Wat bedoel je? Nou, de salarissen van volledige banen zijn er toch op berekend dat je daar een gezin van onderhoudt? Wou je beweren dat jij in je eentje van een halve baan niet zou kunnen rondkomen? Het lijkt wel of je haar partij trekt. Hoe zou dat dan moeten met de kinderen? Karens systeem werkt alleen zolang je niet trouwt. Want zodra ze getrouwd is, krijgt ze geen uitkering meer als ze werkeloos wordt. Wilde je trouwen? Weet je, dat is nou juist het gekke van de zaak, hè? Ik ben van jongs af aan bang geweest dat ik op een kwaaie dag 's morgens wakker zou worden en merken dat ik getrouwd was. Ik zag het met mijn vrienden allemaal gebeuren. Die gleden stuk voor stuk zo zoetjes aan dat huwelijk zonder dat ze er zelf een keuze in hadden. Omdat die dingen nou eenmaal zo gaan als je een vriendin hebt. Ja, ik weet ook niet waarom. Nou, ik wou dat niet. Dus eigenlijk had ik met een vrouw als Karin ontzettend blij moeten zijn. Want die wilde juist helemaal niet trouwen. Maar wat ze wel wou, dat was nou juist helemaal het andere uiterste. Ja, want zij wilde dat je niet alleen haar accepteerde, maar ook haar maatschappijvisie. Natuurlijk geef je dat een benauwend gevoel. Benauwender nog dan het idee van je om plotseling getrouwd te zijn. Zij vroeg meer van je dan de vrouwen van je vrienden. Niet minder. Nee, juist meer. Ja, je hebt gelijk. Ik was bang. Ik durfde zover niet te gaan. Jammer. Ja, maar waarom stelt ze me dan juist voor die keuze op de dag dat ik werkeloos word? Ze had geen ongelukkige moment kunnen uitkiezen. Maar zij vond het juist een mooi moment, zei ze, voor mij mijn halve baan te gaan uitzoeken. Ik raakte zo'n paniek bij het idee dat ik al nee had gezegd voordat ik wist wat de consequenties zouden zijn. Kon ze dan niet begrijpen dat ik me op dat ogenblik al onzeker genoeg voelde? Dat ik er nog niet zo'n belangrijke beslissing bij kon hebben? Misschien wilde ze je laten zien dat zij niet terugschrok voor jouw onzekere toekomst. Bedoelde ze dat als een bewijs van vertrouwen? Denk je? Ik weet het niet, ik ken haar toch niet. Maar zo zou het voor mij zijn in zo'n situatie. Dan zei dat je gelijk hebt. Maar ik heb het toch verloren, dat in ieder geval. Kijk, we gaan de dijk af. Zeg maar, vaarwel tegen het water. Dus het komt erop neer dat we allebei iemand hebben verloren. Je bedoelt Wieg? Ja, maar Wieger ben ik vele malen verloren. En toch zal hij een deel van me zijn tot mijn dood. Toen hij geboren werd, verloor ik hem en kreeg hem tegelijk. Wie kan zoiets begrijpen? Nu hij weg is, denk ik veel als een kindertijd. Onze verhouding was toen zo direct, zo elementair en zo eerlijk. Kinderen vragen alles van je wat je in huis hebt. Maar die tijd komt nooit meer terug. Mijn verwachtingen van hem ben ik verloren. Als hij nu met me praat, heeft hij het over zijn studie, niet over zichzelf. Alleen door mij zijn diepste vertrouwen te onthouden, voelt hij zich vrij om zichzelf te kunnen worden. Ook dat is voor mij een verlies. En gelijkwaardigheid is hier nog niet toe. Ik wel. Ik wist dat je dat zou zeggen. Je lijkt op hem. Daarom begon ik met je te praten. Maar ik ben je zo niet. Dat weet ik wel. Evenmin als ik Karen ben. Een nadere kop afsluitdijk. Reizigers voor Heerenveen, Sneek, Jouwen en Bolsward dienen daar over te stappen. De dijk ligt achter ons. Nog een paar minuten.
Zal ik blijven zitten? Ik weet het niet. Wat ga je straks in Harlingen doen? Boodschappen. Je kan blijven zitten en samen boodschappen doen. Een beetje praten in je huis, verder niks. En vanavond de bus terug. Hey, hoe laat gaat de laatste, weet je dat? 22:30. Kunnen we samen eten? Ja. Nou, kom. Nee. Toch maar niet. Ja, het is moeilijk uit te leggen. Ik wil alleen naar huis omdat ik het gevoel heb dat het beter is om met de angst zelf te leven dan om nu... Weet je, het zou wel een gat in mijn leven opvullen als je meeging. Maar daar zou ik niks aan hebben. Ik wil niet de ene zorgzaamheid inruilen voor de andere. Als ik een bodem onder mijn leven moet leggen, dan moet ik dat zelf doen. En dat geldt ook voor jou. En pas dan mag ik vragen... Ik denk dat het soms nodig is om een tijdje in chaos te leven zonder die chaos meteen te willen oplossen. Je hoeft niet altijd zo flink te zijn. Nee. Nee, maar jij zou ook een oplossing zijn voor een probleem dat niets met jou te maken had. Ik mag aan het verlangen pas toegeven als ik met het verlies overweg kan. Je maakt het te moeilijk. Ik denk het niet. Kijk, daarnet reden we nog langs het water, rechtuit. Oh, alles lijkt dan zo simpel. Maar nu zijn we weer op het vasteland met huizen, verkeersborden en wegrestaurants. Hier hebben de dingen weer een achterkant. Wat bedoel je? Oh, nou, dat is een uitdrukking van Wieger. Ja, die was een keer op schoolbezoek in de NOS-studio's geweest. En hij had daar in de kantine Fred Emmer zien zitten eten. En zich toen gerealiseerd dat die man alleen maar een voorkant schijnt te hebben. En niemand kent het profiel van Fred Emmer. Dat staat zijn achterkant. Waarmee ik maar wil zeggen... Alles is altijd minstens één slag ingewikkelder dan het zich voordoet. Ik vind je heel lief, echt waar. Maar je moet niet blijven zitten. Kop afsluit, Dijk. Door Sneek, Bolzwart, Heerenveen, hier overstappen. Ik moet eruit. Ja, ga maar gauw. Hoe heet je? Tadema. Ik sta in het telefoonboek. Hoogstraat. Tadema. Ja. Afsluitdijk. Een luisterspel geschreven door Hannes Menkema. De vrouw en de man werden gespeeld door Martine Krefkeur en Frederik de Groot. Regie Johan Wolder.